nog betalen wanneer het echt niet anders kan. Nederland loopt internationaal achter op het gebied van innovatie en dreigt verder af te glijden. Dat zeggen onderzoekers van TNO en het Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgens de onderzoekers besteedt Nederland te weinig geld aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, zoals dit vliegtuigje van de TU Delft. De onderzoekers zeggen dat innovatie economische groei stimuleert en Nederland dus kan helpen om uit de crisis te komen. Wil het kabinet de ambitie waarmaken om Nederland wereldwijd op de 5e plaats te krijgen, zullen er volgens hen scherpere keuzes gemaakt moeten worden dan in het huidige topsectorenbeleid. Het politienummer voor niet spoedeisende zaken was gisteravond niet overal goed bereikt.